Leonne, jij bent afgelopen zondag Miss Netherlands Universe 2019 geworden. Gefeliciteerd. Wat ging er door je heen toen je dat hoorde? Ik had het totaal niet verwacht. Ik reageerde ook echt heel nuchter eigenlijk. Ik had alleen mijn handen op mijn borst. En ja, het geloven is eigenlijk nog steeds niet echt dat ik hem te pakken heb. Maar toch wel. Het is je gelukt. Miss en Misses, wat houdt dat in? Waar ben jij eigenlijk kampioen van geworden? Of wat heb je eigenlijk gewonnen? Nou ja, ik heb dus de titel Misses Netherlands Universe 2019 gewonnen. En het verschil tussen een Missverkiezing en een Missesverkiezing is dat een Missverkiezing voor jonge meiden zijn die nog niet getrouwd zijn, geen kinderen hebben. En een Missesverkiezing is ook voor vrouwen boven de 18 die dus wel kinderen hebben of dus wel getrouwd zijn. Of ouder zijn dan 24. Ja, en jij voldoet daaraan, hè? Want ondertussen ben jij moeder van 2 kinderen. En je bent ook nog eens getrouwd en je geeft ook nog eens les als godsdienstdocent. Hoe is dat allemaal te combineren? Ja, eigenlijk niet. Ik heb heel erg keuzes moeten maken het afgelopen half jaar, want het is gewoon een heel intensief traject waar je aan begint. En mijn studie heeft er best wel onder geleden, mijn werk gelukkig niet. Ik werk dan nog op het Noordic in Frieseveen en dat gaat allemaal hartstikke goed. Alleen mijn studie, daar moet ik nou echt wel weer flink mee aan de bak. Ja, hoe kun je godsdienstlessen en een misverkiezing combineren? Hoe kom je tot zoiets? Ja, ik denk dat heel veel mensen gewoon niet weten wat nou echt een misverkiezing of een missesverkiezing inhoudt. En voor mij is het de perfecte combinatie, want je bent inderdaad ook bezig met jezelf, met hoe je loopt, hoe je kijkt op foto's en dat soort dingen. Maar daarnaast ben je ook bezig met een maatschappelijk project. En Mrs. Universe zet zich wereldwijd in voor Stop Domestic Violence Against Women. Dus stop huiselijk geweld onder vrouwen. En dat is gewoon een heel mooi project om aan mee te mogen werken. Dat huis tegen huiselijk geweld, dat is ook echt gerealiseerd. Hoe is dat voor jou om daar deelgenoot van hebben mogen zijn? Ja, dat voelt heel fijn. Ik heb dan geen contact gehad met de vrouwen zelf die daar opgevangen worden. Maar wel heel erg met de organisatie die erachter zit. En het is gewoon heel fijn dat als je iets voor jezelf doet, je toch nog altijd iets voor een ander kan betekenen. En als vrouwen iets betekenen voor vrouwen, ja, dat is gewoon heel mooi om te mogen doen. Ja, want daarnaast heb je ook een filmpje gemaakt en voor posters gezorgd. Hoe is dat overgekomen? Ja, klopt. Ik heb een awarenesscampagne gehouden. Dat hebben eigenlijk alle finalisten gedaan. En in eerste plaats hebben we een bord gemaakt met een slogan erop en een foto of een kunstwerk of iets dergelijks. Waarmee we dus awareness willen creëren naar de kijkers op social media toe. En ik heb inderdaad een filmpje laten maken. Een filmpje gemaakt samen met een super fijn team uit Amsterdam. Waarin we ook meer awareness, wat is het woord in het Nederlands? Aandacht te vragen. Bewustwording, daar zocht ik naar. Meer bewustwording willen creëren rondom het onderwerp huiselijk geweld. This can be very harmful, but invisible to the world around you. My name is Leanne and I say no to domestic violence. Wat gaat dat voor jou betekenen? Ga je daarmee ook wereldwijd actief zijn? Ja, het is nog even afwachten. Ik weet nog niet waar ik naartoe mag gaan. Maar ik zal Nederland vertegenwoordigen op internationaal niveau. En ik mag het opnemen tegen 85 andere landen, of ruim 85 andere landen. Dus dat wordt een hele ervaring. Heel veel succes. Dankjewel.